Stichting Ontwikkeling Smalkalden heeft een petitie ingediend bij het kabinet van de president. De indieners vragen aandacht voor het verkavelingsproject van meer dan 1000 bouwkavels dat al geruime tijd is opgeleverd door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Het ontbreken van elektriciteit en waterleiding, als ook de dichtbegroeide wegen, zijn enkele zorgpunten in de petitie. De percelen waren in die tijd waren ze belast, bezwaard. Maar de bezwaring is opgeheven. En op een gegeven moment is de plaats overwoekerd met bos. Maar dat is niet alleen het probleem. Er is ook geen nutsvoorzieningen. De penningmeester geeft aan dat er al lange tijd problemen zijn in het project. Vorig jaar hebben de bewoners zich gebundeld om de percelen in het gebied schoon te houden. Echter, ze moesten na enige tijd stoppen hiermee. Je kan maar niet blijven schoonmaken. En ook als je plant, worden je dingen weggedragen. Ja, het wordt weggedragen, waardoor je raakt ontmoedigd. En je kan niet bouwen, want er is geen water, er is geen licht. Er is geen water en licht, ja. De petitie is namens de president in ontvangst genomen door Eugène van der San. De directeur van het kabinet van de president beloofde de indieners deze door te zullen geleiden naar de president.